Hij deed zich voor als enquêteur, maar hij kwam om de bewoonster te beroven. Een 68-jarige vrouw raakte bij die gewelddadige overval in Apeldoorn gewond. Goedenavond. Te veel en in te kleine kooien en dan ook nog zieke dieren ertussen. Volgens Animal Rights is er veel mis bij konijnenfokkerijen. En de fokkers vinden dat ze worden zwart gemaakt. En een nieuwe, slimme manier om vissen over stuwen heen te helpen. De vislift. Zelfs de kleinste visjes kan die laten migreren, dus de echte zwakkere zwemmer. Een 29-jarige Apeldoorner hoorde vandaag voor de rechtbank in Zutphen 4,5 jaar celstraf tegen zich eisen. De man moest voor de rechter verschijnen op verdenking van een gewelddadige woningoverval aan de straat Schoutenveld in Apeldoorn. De verdachte zou zich hebben voorgedaan als een enquêteur om zich gemakkelijk toegang tot de woning te verschaffen om de 68-jarige bewoonster te beroven. En de vrouw raakte daarbij gewond. Toen ik me tijdens dit onderzoek ging verdiepen in de persoon, werd mijn verbazing nog groter. VMBO en HAVO-opleiding. Geen problematisch leven. Ik neem zijn oude buurvrouw te grazen. Op het idee gebracht door soortgelijke zaken in opsporing verzocht. Onbegrijpelijk. De beroving vond 20 maart 2019 plaats. Nadat de verdachte zich als nep-enquêteur toegang tot de woning had verschaft, zou hij de 68-jarige vrouw van achteren bij de nek hebben gepakt en haar naar de keuken hebben gesleept. Daar zou hij haar met een mes hebben bedreigd, haar handen op de rug hebben geboeid en haar met het hoofd tegen de grond hebben geslagen. Tijdens de overval droeg de verdachte een pet en zonnebril. En waarom? Waarom? Omdat meneer geld nodig had om zijn huur te betalen en om met zijn vriendin naar Amerika te gaan. Hij leidde al geruime tijd een dubbelleven om zich succesvoller te laten voorkomen dan dat hij in werkelijkheid was. De officier gelooft niet dat de verdachte spijt heeft, zoals hij zegt. Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf is volgens haar dan ook op zijn plek. Voor de duur van 4 jaar en 6 maanden. Ik ben van mening dat deze straf bovenmatig is. De advocaat van de verdachte wil een deels voorwaardelijke gevangenisstraf en de verdachte zou volgens haar behandeld moeten worden. De rechtbank doet 23 december uitspraak. De afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde van het Winterswijkse SKB-ziekenhuis moeten open blijven. Dat heeft de Tweede Kamer vandaag uitgesproken. Kamerleden zijn tot de conclusie gekomen dat de Achterhoek volwaardige medische hulp nodig heeft. Patiënten zouden anders naar het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem moeten. En die afstand is voor Achterhoekers te groot, vindt de meerderheid in de Kamer. Burgemeester Joris Bengevoort is blij met het Kamerbesluit en noemt het fijn dat er steun is uit Den Haag. Konijnen op elkaar gepropt in kleine kooien. Volgens de actiegroepen Animal Rights en Konijn in Nood is er veel mis bij konijnenfokkerijen. Ze brachten vandaag een video naar buiten met voorbeelden van wat de actiegroepen misstanden noemen. En dat is ook gefilmd bij boerderijen in Gelderland. Dit zijn volgens Animal Rights beelden uit Halle. Dode konijnen in kooien. En dat is volgens de actiegroep en Konijn in Nood niet het enige dat mis is met konijnenfokkerijen. Wij hebben zeer veel verschillende misstanden aangetroffen. Ik kan eigenlijk niet meer spreken van misstanden. Het zijn structurele problemen in de Nederlandse konijnenhouderij. Ook in Leur en in Wil hebben de actiegroepen gefilmd. Veel van de beesten die gefilmd werden hadden volgens de actiegroepen wonden aan poten of beschadigde oren. Ook werden er konijnen aangetroffen met een verlamd achterlijf of lichamelijke vervormingen. Tussen de levende konijnen lagen zieke, stervende en dode dieren. De boerenbelangenorganisatie LTO zegt dat er sprake is van framing, beeldvorming. Zo zouden er speciaal voor de video dode konijnen in de hokken terug worden geplaatst om de situatie nog erger te laten lijken dan die is. Misstanden moeten worden aangepakt, zeggen de boeren, maar daarvoor is er de toezichthouder. Nou heb ik LTO ook gesproken, de organisatie die de boeren vertegenwoordigt. En die zeggen, u framet de boel, u verdraait de boel. Nee, dit zijn echt duidelijke beelden uit de fokkerijen in Gelderland. Ook in andere provincies zijn die gemaakt. Zeer recent. En dit is niet knip- en plakwerk. Dit is echt beelden van hier uit Nederland. Ze zeggen dat u konijnen terug in de hokken plaatst om het nog erger te laten lijken dan het is. Nou, ik zou niet weten waar we die konijnen vandaan moeten halen. Want als ik een ziek konijn heb of een konijn wat al dood is, ga je dit niet in een konijnenfokkerij leggen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit laat weten nog geen melding te hebben gehad van Animal Rights. Op de vraag of er misstanden bekend zijn bij de toezichthouder, laat de organisatie weten dat er over individuele bedrijven geen uitspraak wordt gedaan. Scherpenzeel moet opgaan in de gemeente Barneveld. Dat wil de provincie Gelderland. En dat wilde een deel van het college ook. Maar toen was er de avond. Het college viel en de meerderheid van de gemeenteraad besloot tot zelfstandigheid. En er kwam ook nog een nieuw college. 400 bewoners zagen gisteravond 2 wethouders vertrekken, nog voor de vergadering begon. En daarmee bleef 1 wethouder over die eigenlijk wel zelfstandig wil blijven. En dat is de wethouder van de grootste partij in Scherpenzeel, Gemeentebelangen. Samen met de 2 nieuwe SGP-wethouders vormen zij nu het gemeentebestuur. En komende donderdag dan gaan de fractievoorzitters bij de provincie langs om te pleiten voor een benoemde burgemeester in plaats van een waarnemer. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de provincie daaraan gehoor gaat geven. Ja, een drukke 4-baansweg, pal voor je deur, al jaren. Nou, dan ben je blij wanneer je hoort dat die 2-baans wordt. En enorme teleurstelling en ongeloof als dan plots blijkt dat het plan mogelijk toch weer van tafel en zelfs de prullenbak ingaat. Het overkomt bewoners van de Graafseweg in het centrum van Nijmegen. Aanwonenden ervaren de 4-baansweg voor hun voordeuren als een snelweg. Wij noemen het ook de Graafse snelweg. De verantwoordelijke wethouder kon daar eerder al in meegaan. Het is wel een racebaan en er wordt ook ontzettend hard gereden. Dus die Graafseweg die moet meer worden ingericht als een lokale weg. Het leek allemaal in kannen en kruiken, die versmalling van 4 naar 2 rijbanen. Maar nu lijkt er plots geen politieke meerderheid voor het plan. Een grote teleurstelling. Wij denken, mensen, de bewoners aan de Graafseweg, dat het een goede oplossing is. Om de weg van 4-baan terug te brengen naar 2-baans. In de oppositie klonken al geluiden tegen de versmalling. Maar de voorstanders zijn in de minderheid nu ook collegepartij de SP op de rem gaat staan. Er zijn toch wel heel veel vraagtekens te zetten of dit nou allemaal wel zo slim is. Het college verwacht dat de komende 10, 20 jaar het verkeer met 10% tot 20% toeneemt in Nijmegen. En dan is het niet erg logisch om hier de wegcapaciteit te verminderen. De partij gelooft er niet in dat automobilisten wel uit zullen wijken naar andere wegen. Daar staan ook al vaak files, dus... Dan uiteindelijk gaat het verkeer toch de kortste weg zoeken van A naar B. En ja, komt uiteindelijk ook hier op die Graafseweg terecht. De bewoners van de Graafseweg denken juist wel dat de files uiteindelijk zullen verminderen. En versmalling een algehele verbetering is die nu op de valreep in de prullenbak dreigt te eindigen. En daar zijn wij van geschrokken. We zijn al jaren hiermee bezig. We hebben zoiets van, god, we zijn toch niet blij gemaakt met een dode mus. Maar het zou zomaar kunnen, die dode mus. Platgereden door voortrazende auto's op de Graafseweg. Er liggen schatten in de opslag van de provincie. Kunstschatten, waarvan een deel de komende tijd online geveild wordt. We veilen nu 134 kunstwerken. En we houden er altijd nog dikke 2000 over. Bij een verkeersongeval in Arnhem zijn vanmiddag 2 fietsers gewond geraakt. Ze kwamen in botsing met een trolleybus. Een van de fietsers is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. En de andere, een jong meisje, kon ter plekke worden behandeld. Het ongeluk gebeurde rond 1 uur op de Utrechtse weg ter hoogte van de Sint-Elisabethshof. De toedracht van de aanrijding met de trolley is nog niet bekend. In een onderzoek naar de grootschalige productie en handel in synthetische drugs heeft de politie vanochtend 4 Gelderlanders en een man uit Brabant aangehouden. 4 woningen en 3 autobedrijven zijn doorzocht en daarbij is een partij amfetamine aangetroffen. De verdachten zijn een Culemborger, 3 mannen uit Tiel en een man uit Geffen. Ze zouden deel hebben uitgemaakt van een organisatie die onder meer in België synthetische drugs produceerde. In januari werden daar 3 dode mannen aangetroffen als gevolg van een koolmonoxidevergiftiging. En de boeren gaan volgende week weer op pad om actie te voeren tegen het huidige regeringsbeleid. Dat staat vast. Maar wat de acties in gaan houden, dat blijft een verrassing als het aan Farmers Defence Force ligt. Als datum wordt 18 december genoemd, maar als die datum te bekend wordt, dan kan het zomaar zijn dat we de actie een dag opschuiven, zegt William Schoonhoven van Farmers Defence Force. Zelfs de boeren die zich hebben aangemeld voor de actie weten niet precies wat er gaat gebeuren. De provincie Gelderland veilt een deel van haar kunstwerken. Niet omdat ze niet mooi genoeg zijn, maar omdat ze geen link met de provincie hebben. Met het opgebrachte geld wil de provincie weer investeren in prachtige Gelderse kunst. We gaan eventjes kijken bij een van de kunstwerken. Dit is een werk van Jacques Lipschitz. Eigenlijk een internationaal bekende kunstenaar, inmiddels overleden. Heeft geen relatie met Gelderland, dus daarom veilen we hem. Ik kan me voorstellen dat dit voor mensen een interessant werk zou kunnen zijn om op te bieden. Een Wim Bosma of een Robert Motherwell. Binnen een paar muisklikken op de online veiling kan het allemaal van u zijn. We veilen nu 134 kunstwerken. En we houden er altijd nog dikke 2000 over. De kunstwerken zijn in de collectie beland doordat er in het verleden ruim werd aangekocht en niet naar een Gelderse link werd gekeken. Nu hebben we toch nadrukkelijker de keuze gemaakt om echt ambassadeur te zijn van de Gelderse beeldende kunst. Dus waar Gelderland op staat afgebeeld, dan wel dat het van Gelderse kunstenaars is. En komen deze werken te vervallen, waaronder dus ook beroemde werken als dat werk van Jacques Lipschitz. En dat is kassa voor de provincie. Het zijn niet hele dure kunstwerken. In ieder geval de meeste niet. Je moet denken aan enkele tientjes tot, nou ja, de duurste is zo ongeveer €500, de startprijs. Het komt natuurlijk oorspronkelijk van belastinggeld. Het gaat allemaal weer terug naar de kunstcollectie. Online bieden kan nog tot en met 15 december. En wie weet hangt dit schilderij dan over een tijdje wel aan uw muur. Ze waren 32 jaar geleden het eerste kasteel dat een kerstopenstelling organiseerde. Nu doet bijna elk kasteel dat. Maar dat weerhoudt Landgoed Middachten er niet van om hun kasteel ook dit jaar weer om te toveren tot een fonkelend kerstjuweel. Nou, we zijn op kasteel Middachten en met de kerst zijn hier prachtig versierde kerstbomen in allerlei vormen, maten, kleuren en soorten. Prachtige bloemdecoraties. Dus ja, op middag heb je de ultieme kerstsfeer. Ja, hang maar, ja. Van binnen en buiten wordt het kasteel klaargemaakt voor de jaarlijkse kerstopenstelling. Zo'n 100 vrijwilligers zijn druk geweest om de decoratie er perfect te laten uitzien. De verlichting mag wat dieper erin en dan gaan de kerstballen ook wat dieper in de boom. Van binnen naar buiten toe. En net gelang wat je hebt, dus de grotere materialen gaan binnenin. En de kleinere materialen gaan aan het uiteinde van de takken. Het belangrijkste van alles is dat het er vooral gezellig en sfeervol uitziet. Er is heel veel in zwart, maar ik ben er niet zo'n fan van, want het valt dood in een boom. Maar je moet een aanpassen aan je interieur en dat is het belangrijkste. En dus worden de kerstbomen aan de huidige trend aangepast. En dat is meer dan alleen lampjes en kerstballen. In de bloemsierkunst zijn de grassen uit de jaren 70, 80 zijn we helemaal terug. De droogbloementijd is een beetje terug. Dus we gaan hier een kerstboom zetten met heel veel grassen en droogbloemen. Dus dat vind ik dan wel weer leuk. Maar wel met kerstballen erbij. Want je moet wel een beetje die glans en dat hoort er wel een beetje bij. Vanaf morgen tot en met zaterdag is het kasteel in kerstsfeer te bewonderen. Ja, visstrappen, die kennen we inmiddels wel. Maar wat te denken van een heuse vislift? Waterschap Rivierenland gaat er een tiental plaatsen langs de Linge. Net zoals een visstrap zorgt een vislift ervoor dat vissen ongehinderd de rivier kunnen afzwemmen. Zonder hinder te vinden van obstakels zoals stuwen. En John van Boxtel, dat is de man die de vislift heeft bedacht. Het is uitkijken voor John van Boxtel op zijn eigen uitvinding, de vislift. John is een echte uitvinder in de wereld van vissen. Nou, deze vislift, sapper de flap. De uitvinder is te bescheiden. De vislift is pinter uitgedokterd. We hebben hier de afgelopen meer dan een jaar getest en gedaan. Zijn we erachter gekomen dat vissen juist heel erg hoge eisen stellen aan de stroomsnelheid. De vislift is een technisch hoogstandje geworden. De vislift zorgt zelf dat er altijd de juiste stroomsnelheid aanwezig is. De vis die zwemt via een natuurlijke stroom naar boven, hij zwemt ook rond naar boven. Johns uitvinding zit boordevol digitale meters. Hij telt de vissen, hij meet de vissen in kwalificatie in lengte. Zelfs de kleinste visjes kan hij laten migreren, dus de echte zwakkere zwemmer. En uiteindelijk zou ik zeggen, meet hij ook de zwemsnelheid en hij meet de waterkwaliteit. Plus is het zo dat de waterbeheerders van alles gerapporteerd krijgen automatisch over de waterkwaliteit en over de vissen. Het waterschap is dan ook dol enthousiast. We hebben gezien dat die werkt. We gaan nu de bovenlingen, dat is eigenlijk ongeveer van Tiel tot aan het Pannenderskanaal. Daar liggen een aantal stuwen in de lingen. En op al die stuwen komen visstrappen en dat zijn allemaal visliften. En dat is werelds eerste volgde vis- en waterkwaliteit rivier. Dus we hebben daarmee echt wel een wereldprimeur. Krijgt u nog wat weer? We gaan naar Wageningen, naar Jordi Heurne. Precies 2 jaar geleden viel er vandaag zo'n 10 tot 15 centimeter sneeuw in Gelderland. En op de toppen van de Veluwe zelfs meer dan 20 centimeter. Morgen viel toen nog een keer een pak sneeuw. En uiteindelijk viel een hoogsoeren bij Apeldoorn maar liefst 44 centimeter. Zelden ligt er zoveel sneeuw in Nederland. Terwijl de temperatuur die dagen niet eens onder het vriespunt lag. Het was namelijk een half graadje boven nul. Zware natte sneeuw dus. Voorlopig zit er weinig winterse neerslag aan te komen. Toch is er wel een licht puntje voor de winterliefhebbers komende vrijdag. Daar zometeen meer over. Op de satelliet zien we een dik pakket met bewolking naderen. Maar nog vooruit zaten vandaag mooie opklaringen boven onze provincie. Dus vooral vanochtend was er flink wat ruimte voor de zon. Maar de bewolking is dus al aan het toenemen. We zien wat velden met hoge sluierbewolking. En de dikkere bewolking vanuit het westen komt de komende uren onze kant op. En vanavond gaat het dan ook vanuit het westen regenen. De wind gaat aantrekken naar een windkracht 5. En het koelt eigenlijk niet of nauwelijks af met 4 tot 6 graden vannacht. Morgen vroeg beginnen we bewolkt en nat. Maar de regen trekt in de loop van de ochtend naar het oosten weg. Al blijft het in de Achterhoek nog lang bewolkt. Met ook aan het begin van de middag nog regelmatig wat regen. De zon gaan we denk ik langs de oostgrens niet zien, maar in het westen van Gelderland wordt het morgenmiddag gewoon droog met ook mooie opklaringen erbij. En het is zacht voor de tijd van het jaar, 7 of 8 graden. De wind gaat morgen wat afnemen en de dagen daarna blijft het wisselvallig met op vrijdag dus een lichtpuntje voor de windliefhebbers. Het gaat regenen, maar in de nacht kan de regen als natte sneeuw beginnen. En misschien dat we ook 's ochtends vroeg nog een paar vlokken sneeuw zien. Dit was het Gelders Nieuws. Op onze site een verhaal over de werkdruk en de onderbezetting bij de politie in Oost-Nederland. De leiding maakt zich daar zorgen over en heeft een taskforce opgericht om een oplossing te bedenken. Het hele verhaal leest u op gld.nl. Ik wens u nog een fijne avond.